Ja, dames en heren, appels en peren. Schrijf een beetje na, dan kom keer samen met ons. Want ons keer vanochtend samen met Antoinette de Villiers van Rap City Dance Center. En Christian Brand, die man aan die brand. Hij is een van haar studenten. En hulle kom deel met ons een beetje wat onlangs gebeurd het in de VSA. Wat veroorzaakt het dat Christian teruggekeerd huis toe met 4 gouden medailles voor al zijn cool hip-hop routines. En hij gaat binnenkort ook voor ons een beetje dansen. Maar eerstens, bro, high five. Kan ik het jou geven? Hoe oud is jy nou? 12. Jy is nou 12 jaar oud en ek hoor jy is baie passievol oor sport, nee? Ja. Nou, wanneer en hoekom het jy begin met hip-hop dans? Toe ek die ouderdom van 9 was, toe het ek begin dans van een rugbybesering, wat ek my sleutelbeen gebreek het, toe begin ek dans. En nou het jy Amerika toe gegaan en teruggekom met 4 gouden medailles. Wat moest jy doen? Hoe hard moest jy oefen om na die competitie te kom wen? Ek het net baie hard geoefen en by die huis, wat ek die dag geleer het, bij die huis gaan oefen. Wat soort video's kijk je op tv om te leren hoe om te dansen? Shows is in. So You Think You Can Dance. And You Got Served. Wat zou je flik daar weer? You Got Served of iets is dit. Maar ja, ons gaan een beetje leren van jouw danspassies. Nou. Maar Antoinette, vertel ons een beetje van die programma wat jij begint. Die Rap City Dance Center. Waar het als begin? Ik heb het begin toen ik 18 was. 2010. Ik dans al van het ik 4 jaar oud is. Ik dans al voor 21 jaar. En wel, dit is mijn passie. Dit is wat ik wel gedaan heb van dat ik klein was. Yeah. Kinders leer dans, die hele arts develop en alles. En zo so het ik begin met die studio. En het is gegroeid. Nu het ons begin met de extra company, de pop-up theater movement. Wow. Ook. So ik train kinders van die ouderdom van 4 af tot met 21. En ja, en aan die theater company gaan dan oor als ze dan wil beginnen professioneel dans. En wat was het om kinders van zo'n jong ouderdom te kan opleiden in hip-hop dans, wat zelfs baie moeilijk is. En dan is hulle ook nog zo so jong. So yes. Wel, ons doen hip-hop, contemporary, ballet, musical theater, yes, pas de deux work, acrobatics, wow. Alles. So, dit is nie net hip-hop wat ons teach bij ons center, nie. En ja, baie geduld. Ja, en hier is een van jouw jong sterren. Yes. Christian, wat is jouw groot droom? Wat wil je eendag word als je ouder is? Een professional danser. Wel, kan ons een beetje zien hoe dans jij? Ja. Wel, geef me die mic. En die man aan die brand, die gaan hy. Thank you. I met this girl in Hollywood, but I pulled up in a Honda. She was 5'2" with some attitude, and I could tell that she get it from her mama. Go ahead, get loose with it. Girl, don't be stuck up. Put your hands in the air, now jump, jump. Girls just wanna have fun, fun. Now do your dance, don't be shy. Go to work like a 9-to-5. In your mirror, on your chair. Oh, now get it while your mama ain't there. Hey now, hey now. Girl, I like the way you bring that back. Hey now, hey now. But does your mama know you dance like that? Christian Brand, ja! Wow, you can see why this guy is a champion. 4 gold medals that he brought back home from the United States. And we hope your career is going to be super, super amazing. Let us know what you thought about that performance on our Expresso Facebook page. Wil je, kan jij van mijn infinite moves leren? Net zo'n makkelijke ene. Okay, so dat is dit. En dan zoeken we 5, 6, 7, 8, en kennen. Oh, yeah, bring it down. Zoe, you gotta get in here, get in here. Ah!